Ik denk dat de overwinning van de mentaliteit was vandaag. Ik denk dat technisch niet altijd hoogstaand was. Maar dat we na 20 minuten, omdat we toch 20 minuten hebben moeten zoeken, dan het duels begonnen te winnen, dat we dan die bal ook beter in de ploeg konden halen. Dat we juist voor de rust scoren. En dat we dan na die rust heel goed in formatie stonden. Dat Monaco niet echt open kansen meer kreeg in de tweede helft. En dat we dan nog kunnen scoren en dan de boel gewoon dichtgooien. En dat toont toch de mentale weerbaarheid van de ploeg. Ja, we mogen niet zeggen dat we goed gespeeld hebben vandaag. We moeten eerlijk zijn. Hè. Kwaliteit was er niet vandaag, maar de vechtersmentaliteit die was er wel. Iedereen heeft gevochten. We hebben gewonnen. Het is dan een keer anders geweest. Ik denk op Tottenham, thuis tegen Monaco, waar we fantastisch speelden, waar we niet beloond werden. Dus daarom nu 7 punten. Ik denk dat dat wel gerechtvaardigd is in totaliteit. Personnellement, c'est toujours agréable de marquer contre une grande équipe comme Monaco, de marquer un but en Coupe d'Europe. Ça fait toujours beaucoup d'émotions. Voilà, je garderai un bon souvenir. Et oui, c'est des beaux chiffres, surtout que j'ai joué beaucoup au poste d'arrière droit, donc c'est pas la place là où on peut marquer le plus de buts. Mais bon, j'ai souvent le bon feeling pour être à la bonne place. Aujourd'hui encore, le ballon est revenu. Je ne me suis pas posé de questions. C'est un bon but. Il fait certainement partie des plus beaux dans ma carrière. Ja, ballen zelf in handen. Dus rest ons thuis winnen van Karabakh. Dus we weten wat we moeten doen. Ik denk dat de jongens heel gemotiveerd zullen zijn om die 3 punten te pakken. We hebben nog altijd die revanche gevoelens zitten. We hebben daar een ontzettend slechte helft gespeeld, eerste helft. Tweede helft moeten we altijd een doelpunt maken, maar oké, dat is voetbal. Bizar, oui, c'est vrai, parce que on a l'habitude qui nous suivent partout, ils nous supportent. Donc là, aujourd'hui, c'était spécial, mais on a eu beaucoup de messages, que ce soit sur Twitter ou Facebook, où les supporters disaient, bon, bah, malgré qu'on ne soit pas là, bon, on sera derrière la télé à vous soutenir.